Ja, dit kun je de kinderen niet aandoen, maar ook die gesneuvelde jongens die hier liggen ook niet. Dat, die hebben hier ons bevrijd. En dat is een plek om te herdenken, maar niet dit. Kijk, als ik daar een verhaal ga vertellen over de gesneuvelde soldaat voor onze vrijheid, en er staat dan ook nog een letter op dat graf, kan ik de kinderen niet vertellen. Dat ben ik ook niet van plan. Erg, want ze zouden met legervoertuigen komen. Dat is ook een pleziertje voor hun. Legervoertuigen, kolonnen zou hier komen. Dan moeten ze volgende week mee anders komen. Maar de lezing voor de kinderen moet doorgaan. Ze hebben misschien 10 jaar geleden een keer graven omgetrapt. De eerste rijen ook vlak voor de herdenking. Maar dit is eigenlijk nog veel erger. Dit. En dan een hakenkruis erbij, daar krijg ik rillingen van. Ik heb dat hakenkruis zelf nog gezien. Dit kun je de kinderen niet aandoen, maar ook die gesneuvelde jongens die hier liggen ook niet. Die hebben hier ons bevrijd. En dat is een plek om te herdenken, maar niet dit. Als ze iets willen doen, doe dat dan ergens anders. Ja, maar... Ja, ik zie allemaal graffiti en ik vind het echt heel erg, want waarom zou je zoiets doen? Het is ook een beetje raar dat je het gaat doen, want mensen hebben hun leven eigenlijk voor onze vrijheid gegeven. Ik schrik er heel erg van, ik vind het ook heel erg, want ja, dat doe je niet als mens. Dat, ja, ik vind dat je er heel veel respect voor moet hebben. En ze mogen daar gewoon niet, ja, ze mogen gewoon geen hakenkruis tekenen, omdat die soldaten hebben ze best gedaan in de oorlog. En die zijn dus gestorven en dan gaan hun het allemaal graffiti opsmeren. Dat vind ik niet kunnen. Wie doet nou zoiets, hè? Ja, domme mensen, ja. En die moeten gestraft worden, dat vind ik wel.